Welkom bij aflevering 9 van Hensje! Je zou wel denken, waar loopt die nou allemaal van badgassen hier rond? Maar hier is voor 200 jaar baas bij elkaar. Nou, vrijdag met knikkende knieën aan één regio-spurt zitten luisteren. Weer maar één lachter. Die had overal mijnen gelegd. In het begin dacht ik, dat werd er weer niks. Maar onze Joris drie punten. Je had bij de mijnen opruimingsdienst gewerkt. Waar stond die vliegende kiep te kiepen, hè? Hij kreeg een kiepplaats van brokjes. Dat is een goede leraar van hem. Kool van Mohamed raakt die. Wat een peugel, hè? Die zat er lekker in. En ook die van Joppie in die winkelhaak, die was mooi, hè? Jammer van die rode keurt voor die jongen. Mooi rood is niet lelijk. Favoriete speulers. Joris drie punten, die was goed. En Mohamed raakt die. Eerst even de laatste stukjes van het veld nog in Nederland maken. Nou, nog een klein stukje, dat ben ik klaar. Dan kunnen die jongens vrijdag er tegenaan. Ik heb mijn best gedaan al een paar uur, dus ze kunnen er tegenaan, die jongens, hoor. Want vrijdag komen die mandenmakers in Dwaalwijk hier spelen. Ik heb nog een oude elftalfoto van Hully gevonden. Oude trainers van ons, die hebben daar nog manden gevlochten in het stadion daar. Jan Remmers, Leen Looijen, Ruud Brood, Adrie Bogershoek. Als je goed kijkt op die foto, zie je ze staan. Remco Overschier, Feuraar, neven Hans Anders. Hij had toen nog geen bril. Kijk die veel scherper met bril. Remco de marathonman, dat is een goede gozer. Ze hebben nou ook Hans Mulder erbij. Die had nog bij ons gespeeld. Die had daar soevenclubs gehad. Na dit seizoen wordt die draaideurinstallateur bij RKC. Scheidsrechter Jochem Kampluis. En waar die vandaag kom, ik weet het niet meer. Voorspelling. Nou, het wordt dus tijd dat we weer eens in de dubbele cijfers gaan. Ik heb een goed gevoel. Dat we veel moeten juichen weer. Dat ik me niet naar de bejaardigheid hoef. Daar sta ik altijd in een 080 vak. Dat zijn de jongens die van begin tot eind zingen. Een dikke pluim verdienen die jongens. Tot vrijdag van weer, hè? En hou je, hè?